aantal maanden geleden besloot Arteca haar winkeldeuren te sluiten. Inmiddels waren jullie hier met een supermarkt begonnen, 2, 3 deuren verder. Maar met een heel ander assortiment. Want hoe zijn jullie hier gestart? Mijn partner, die is afkomstig uit Amerika, die heeft jarenlang een ervaring opgebouwd in supermarkten als een manager. En hij heeft altijd gedroomd om eigen zaak te openen. Zodoende zijn we in januari begonnen om een winkel te starten als Amerikaanse en Oosterse producten. En opeens zag ik de winkel veranderen. Er ontstond een hele nieuwe Arteca eigenlijk met biologische producten. Hoe is dat nou gekomen dat jullie overgestapt zijn naar dit assortiment? Want je kwam Paula tegen op de een of andere manier. Ja, dat klopt. En ik denk jarenlang dat zij wel een biologische winkel als enige in de buurt heeft gehad. Dat was voor ons een mooi moment om over te switchen naar biologische producten. Ja, zeker hier in Heemskerk, denk ik. Ja. Was je eigenlijk altijd al geïnteresseerd in biologische producten? Of is het ook voor jullie eigenlijk een hele nieuwe wereld? Het is wel een hele nieuwe wereld, nieuwe producten, dat we ook heel veel over proberen te leren kennen. Wat is het, waar komt het vandaan? Maar we probeerden wel altijd gezond te leven. Ja, want voor dit assortiment is er wel productkennis nodig. Hoe gaan jullie daarmee om? Hoe maak je dat eigen? We hebben heel veel, dankzij Paula, we leren echt heel veel, ook van Joka. Leren we heel veel en onze leveranciers geven ook heel veel informatie. Ja, ik heb jullie assortiment alleen maar zien groeien. Er kwam steeds meer in de winkel. Het wordt echt een hele mooie biologische supermarkt. En er is steeds meer verkrijgbaar. Zijn er nog plannen voor uitbreiding? Ja, zeker weten. We hebben via Udea hebben wij groentetassen wat we binnen hebben gehaald. Groente- en fruittassen. En hoe kunnen de mensen die groente- en fruittassen bestellen? Dat kunnen ze via, dagelijks kan je bij ons terecht en dan kan je het bestellen en dan heb je hem volgende dag in huis. Oh, de volgende dag al? Ja. Dus het is niet 1 keer in de week? Nu nog wel, maar in de toekomst is de bedoeling om dagelijks kan je hem bestellen en dan heb je hem volgende dag in huis. Paula, ja. Wat betekent het voor jou dat Arteca eigenlijk op deze manier wordt voortgezet? Nou, weet je, ik vind het gewoon ontzettend fijn, omdat het enige wat ik echt moeilijk aan vond, zelf aan stoppen, was dat er hier in de omgeving dan geen natuurvoedingswinkel meer zou zijn. En ik vond dat echt heel naar voor mijn klanten. Dus ja, toen zij daarmee kwamen van, goh, wij willen dat wel doen, nou, had ik echt zoiets van, nou, dan help ik overal mee. Ik vind het zo leuk dat er dan gewoon in Heemskerk weer een goede natuurvoedingswinkel zit. Dat eigenlijk. Ja, want langzaam maar zeker begin ik echt Arteca hier te herkennen. En op welke manier ondersteun jij Nathalie? In het begin voornamelijk eigenlijk met het hele assortiment. He, want het was voor hun allemaal helemaal nieuw. Dus het was heel belangrijk om gewoon in eerste instantie, wat zij zelf heel graag wilden, was dat het assortiment weer zodanig zou zijn dat we echt alles zouden hebben wat noodzakelijk was voor de klanten. En jij hebt je contacten natuurlijk. Ja, zeker, zeker. En we kunnen jou regelmatig natuurlijk toch hier in de winkel aantreffen. Ja, zo af en toe val ik een dagje in. Gewoon dan help ik eventjes en dan kunnen ze even wat anders doen. Of op zoek naar nieuwe artikelen. Want zover zijn ze nu ook bijna dat ze nu de volgende stap kunnen nemen. En wat ik de laatste jaren niet gedaan heb. Op zoek naar nieuwe dingen, want er komt zoveel. Dat kunnen zij nu wel gaan doen. Dus ja, ook daar is tijd voor nodig natuurlijk. Echt een win-win situatie. Ja, in feite wel. Ja, zeker wat mij betreft. Het is een hele uitdaging zo'n supermarkt, zeker in deze tijd te beginnen. Maar wel een hele mooie. Okay. Wat is jouw wens voor de toekomst? Mijn wens is om dit voor te kunnen zetten. En zeker nalatenschap van Paula voor te kunnen zetten. Ja, en zie je het momenteel al dat er meer klandizie binnenkomt? Ja, zeker weten. Ja, de klanten hebben ontzettend veel geduld met ons gehad de afgelopen tijden. En echt met heel veel liefde en geduld zien we ook dat er steeds meer nieuwe klanten bij komen. Nieuwe gezichten. Het wordt steeds met de dag wat drukker. Wat we heel erg blij mee zijn.